mijn fiets hier ergens neergezet. En dat weet ik heel zeker. Maar ik kan hem nergens vinden. En hij is gewoon weg. Oh, ik heb de verkeerde kokosmelk gehaald. Ik heb er nu helemaal doorheen gepleurd. €10 is niet heel veel om een week van te leven. Voorbeeld, als je een normaal zak koffiebonen koopt, zit je al snel aan een €10. En daar moet je dan een week mee doen. Ik weet niet of jij iemand kent, maar ik ken niemand die een week lang op een zak koffiebonen kan leven. Maar in de video van vandaag ga ik toch proberen om in een week lang niet meer dan €10 uit te geven. Vaste kosten zoals huur en telefoonabonnementen worden daarbij niet meegerekend. Dat zou namelijk betekenen dat ik zou moeten verhuizen naar een kartonnen doos. En dat lijkt me ook niet heel verstandig. Normaal geef ik zo'n €50 per week uit aan boodschappen en daarbij probeer ik er wel op te letten dat ik zo gezond en gevarieerd mogelijk eet. En de duurste dingen die ik koop zijn denk ik wel koffie en hummus. Allebei heel lekker, maar helaas ook wel een beetje duur. Ik wil als eerste een vooroordeel een beetje uit de lucht halen, want ik denk dat heel veel mensen denken dat als je naar de Albert Heijn gaat of naar een andere supermarkt, dat je meteen heel duur uit bent. Nou, dat is dus echt niet zo. Zeker een grote supermarkt zoals Albert Heijn, die heeft vaak van hetzelfde soort product natuurlijk andere merken of alternatieven. Dus in plaats van dat je meteen het eerste product van de schappak die je ziet, raad ik je aan om ook nog even verder naar beneden te kijken. Daar staan vaak de wat goedkopere producten. En dat kan bijvoorbeeld zo al €1 schelen. Daar is mijn lievelingshummus. Vooral die grote pot van €4, die is echt zo lekker. Maar het past niet in het budget van deze week. Hij is €4, dat is bijna de helft van het hele budget. Ik kan er of voor kiezen de rest gewoon te eten of twee van deze grote pakken. Vind ik ook niet erg. Het is alleen niet heel gezond. Ik heb dus een heuse koffieverslaving en dit is de manier om in deze 10 euro week toch nog koffie te krijgen. En die is gratis. Maar bijvoorbeeld een product zoals pasta of rijst, die heb je echt in heel veel verschillende prijskategorieën. Maar qua smaak vind ik er echt geen verschil in zitten. Dus die koop ik sowieso altijd van het goedkoopste merk. Dus je kunt niet met een zomaar naar de supermarkt gaan en daar het beslissen. Dat gaat jezelf heel moeilijk maken. Ik heb echt zin in croissantjes. Ik heb zoveel zin in croissantjes. Kijk naar al deze croissantjes. En het is maar 4 voor €1. Ik zou gewoon 40 croissantjes kunnen halen. Ik moet het niet doen. Het is een slechte keuze. De groenten kunnen goedkoper zijn, maar bij de Albert Heijn dan ga je toch vaak naar blik bijvoorbeeld. Uit blik of zo'n glazen pot, die zijn vaak wat goedkoper. Of uit de vriezer, daar zou je naar kunnen kijken. Wat ik je aan zou raden is om gewoon even naar de website van die supermarkt te gaan. Dan heb je een heel duidelijk overzicht van alle producten en prijzen. Dus dan kun je van tevoren meteen al een lijstje maken. Dus het product en de prijs erop zetten. En dan kun je gewoon gaan rekenen. Oké, ik heb het gevonden. We gaan lekker pasta maken. Pennen zijn 60 cent en daar kan ik 6 porties uithalen. Dat is 10 cent per portie. Kan ik tomaten blokjes daarmee maken. En de kruiden die ik gebruik, die heb ik dan gewoon nog in huis. En met kruiden heb ik het gewoon over peper, zout. Misschien wat cayennepeper, of van dat soort dingen. Dus nou ook weer niet dat het echt zeg maar de maaltijd maakt. Maar het voegt er wel iets aan toe. Ik heb een weekmenu gemaakt en daarbij heb ik gekeken op websites van allerlei verschillende supermarkten. En gekeken naar budgetproducten, producten in de aanbieding. En aan de hand daarvan heb ik eigenlijk menu samengesteld. Mocht je zelf budgetinspiratie willen opdoen en heb je geen zin om best wel lang bezig te zijn met alle producten vergelijken, alles uitrekenen, menu's verzinnen, recepten verzinnen, dan kan je hier beneden het linkje vinden van de spreadsheet waar ik mijn boodschappenlijstje heb neergezet, wat ik eigenlijk in deze week heb gekocht met mijn €10 budget. Disclaimer, het is vrij basic, maar goed, het is dan ook €10. Je kan kiezen of mijn boodschappenlijstje of een pak koffie. Het goedkoopste ben je uit als je meteen 1 maaltijd voor 2 dagen maakt bijvoorbeeld. Sla je eigenlijk hetzelfde in voor 1 persoon als voor 2 personen, dus ik zou je aanraden om te kijken of je meteen een gerecht kunt maken voor 2 avonden. En dat je dan bijvoorbeeld zegt, nou op maandag en woensdag eet ik hetzelfde. Hoef je niet 2 dagen achter elkaar hetzelfde te eten. Maar ben je toch goedkoper uit. Een grote van de boodschappen heb ik. Dit zijn de dingen die ik bij Albert Heijn heb gehaald. Ik heb hier ook een bonnetje. En als je hier ook kijkt, zie je dat ik hier uitkom op €9,36. Ik heb in één keer hoppa het budget gespendeerd en ik vond dat zelf heel erg prettig. Omdat ik dan wist, oké, deze maaltijd ga ik nu voorbereiden. En komende dagen mag ik niks meer uitgeven, want anders mislukt de challenge. Ik ga nu alles meal preppen. Ik heb overigens zelf al ooit deze bakjes gekocht. Ik heb zelf vaker dat ik gewoon meal prep en wat maaltijden voorbereid. Ik ga het hierin doen, dan zullen jullie zo meteen het resultaat zien. Oké, ik heb slecht nieuws, want deze kokosmelk hier ook best wel zoet. En volgens mij is het een soort van zoete kokosmelk.
Oh, ik heb de verkeerde kokosmelk gehaald. Ik heb er nu helemaal doorheen gepleurd. En het is echt heel vies. Wat stomme is, ik heb geen budget over voor andere kokosmelk. Oeh, het is een soort van alsof iemand er citroensap doorheen heeft gedaan. Maar echt een heel flesje. Oké, een update van mijn linzen- en rijstprobleem. Ik heb de restjes die ik ook had van de pesto erin gedaan. Ik weet niet of het een lekkere combinatie was, maar ik dacht, ja, het geeft toch iets meer smaak. Ik heb nog wat kruiden aan toegevoegd die ik nog had. Ik dacht, dat maakt het hopelijk ook iets beter. En ik heb wat tomatenblokjes eruit gehaald die niet heel heftig smaakten. Wat ik zelf heel vaak doe, is dat ik mijn boodschappen van een supermarkt ook nog aanvul met boodschappen van een Turkse supermarkt, of een Marokkaanse supermarkt, of een Arabische supermarkt. En daar kun je bijvoorbeeld heel goedkoop groenten, vlees en fruit kopen. Het scheelt echt bizar veel. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend een krat met 12 avocado's gekocht voor €1,99. Tegenwoordig betaal je voor 1 avocado bij een supermarkt €1,20. Ja. Dus daar haal ik eigenlijk al mijn fruit, groente en vlees vandaan. Nu eet jij volgens mij vegetarisch. Ja. En dat scheelt natuurlijk al, want vlees is best wel prijzig. Dus dat gaat je in ieder geval helpen, dat je in die week geen vlees hoeft te kopen. Ik woon zelf in het centrum van Amsterdam en alle buurtsupermarkten die je hier hebt zijn voor toeristen en daarmee ook mega overprijsd. Dus voor mij komt de tip niet helemaal lekker uit. Maar mocht je een goede buurtsupermarkt in de buurt hebben, dan blijft het wel een mega goede tip van Nicole. Ik ben zelf wel heel erg fan van Too Good To Go. Ik weet niet of je dat kent. Het is een hele leuke app. Zeker in Amsterdam zijn er heel veel supermarkten, winkels, restaurants, hotels die daar aan meedoen. Je koopt daar een Magic Box en die kun je dan ophalen bij de locatie, vaak voor €4 of €5. En dan krijg je producten mee die eigenlijk die dag op de datum zijn en dus weggegooid worden. Die krijg je mee voor dat geld. En het is dan minimaal 3 keer zoveel waard als dat je ervoor betaald hebt. Supermarkten zijn echt de beste. Zeker als je die week voor €10 moet leven. Ik heb regelmatig bij supermarkten zoals Jumbo of Plus een box gehad waar ik dus €5 voor betaalde. En dan zat er ter waarde van €30 zaten er producten in. Maar het is wel een verrassing, weet ik niet wat je krijgt. Maar er zit regelmatig vlees in, dus dat is dan wel weer een nadeel. Ik vind het altijd wel leuk als er een combinatie in zit van producten voor ontbijt, lunch, avondeten en tussendoor. Ik hoop eigenlijk altijd dat als ik zo'n box koop, dat ik de komende 2 dagen geen boodschappen meer hoef te doen. De tip van Nicole vond ik echt een hele leuke tip. Het is alleen wel een beetje een risico, want je geeft gelijk de helft van je budget uit aan een box waarvan je niet weet wat erin gaat zitten. Maar ik hou ook wel een beetje van risico. Ik ben wel eens door rood gefietst. Oké, Nicole had ons dus getipt om naar een supermarkt te gaan en daar een Too Good To Go bestelling op te halen. En aangezien ik thuis woon, kan ik best dat risico nemen, want ik denk van ja, waarom niet? Ik ben wel in voor een verrassing. Ik ga denk ik nu even naar de supermarkt even mijn box ophalen die ik vanmiddag besteld heb. Ik ben heel benieuwd wat erin gaat zitten. Het voor 4 heb ik echt super veel gekregen eigenlijk. Vla, ik heb runnergehakt gekregen, een toetje gekregen, ik heb uitjes gekregen. Nou, ik heb denk ik ongeveer voor €14 aan boodschap gekregen. Dus dat was een hele goede deal. Ik ben denk ik het allerblijst met dit toetje. En de vla. En de burgers. Ik heb eigenlijk echt een supergoed pakket te pakken. Ik ben echt heel erg blij. Normaal in vrije tijd kijk ik heel veel YouTube, wat gelukkig wel gratis is. En voor de rest heb ik niet echt een leven. Jee. Jee jee. Jee jee jee. Een andere hobby van mij is slapen, wat gelukkig ook gratis is. Dus dat scheelt. Ik zou in deze week kunnen leven van mijn €10 eten en ik zou heel veel kunnen slapen. Opgelost. Puppies kijken. Oh, en puppies kijken. Dat vind ik ook heel leuk. Maar om natuurlijk ook een beetje spanning in deze week te houden, is het natuurlijk ook leuk om op pad te gaan op zoek naar nieuwe activiteiten die ook heel budget-friendly zijn. Ik denk niet dat het erin zit om voor die €10 ook nog leuke dingen te doen. Echt inderdaad alleen in de etalages kijken. En met een gebroken hart naar huis. Ik denk dat als je echt eens goed gaat kijken, dat er heel veel dingen zijn die je gewoon gratis kunt doen. Bijvoorbeeld naar de kinderboerderij gaan. Of even lekker wandelen in het bos met z'n tweetjes. Toen ik 7 was, ben ik wel eens naar de kinderboerderij geweest. En toen heeft een geit mij een kopstoot gegeven in mijn private area. Dat deed best wel veel pijn. Ik heb nu een kleine hekel aan de kinderboerderij. Wauw. Waarom ben ik stiekem bang voor al deze dieren? Kijk hem daar, onschuldig, een beetje hooi pakken. Terwijl hij eigenlijk van plan is mij waarschijnlijk heel hard pijn te gaan doen. Ik denk dat ik nooit meer een geit van mijn leven zal vertrouwen. De trust is gewoon weg. Het is gewoon gone. Hallo. Hoi schaapje. Lekker gras aan het eten. Wat een avontuur. Het is wel rustig hier, dus dat is wel een pluspunt. Ik kan wel lekker relaxen. Of je gaat net als Jean naar de kinderboerderij. Of je keest gewoon voor puppyvideo's kijken. Kijk hoe lief.
echt een puppy. Ik denk dat je die 10 euro echt heel erg hard gaat nodig hebben, puur voor de primaire behoeften. Dus gewoon echt je eten en drinken. Dus het zal wel lopen of fietsen worden. Volgens mij zijn er ook wel apps waar mensen een lift aanbieden. Zit ik ineens te denken. Dus misschien dat je zoiets nog zou kunnen proberen. Tot dat moment ging het de hele week goed. Ik had 0 euro buiten boodschappen uitgegeven. En toen op een moment had ik het probleem met mijn fiets. Mijn fiets hier ergens neergezet en dat weet ik heel zeker. Maar ik kan hem nergens vinden en hij is gewoon weg. Ik denk dat het fietsdepot mijn fiets heeft meegenomen omdat hij dan verkeerd geparkeerd stond. Of iemand heeft hem gestolen, dat kan ook. Dan heb ik helemaal geen fiets meer. Maar bij het fietsdepot moet ik 25 euro betalen om hem weer terug te krijgen. En dat is wel een probleem. En dit was dan ook het moment waarop ik een beetje heb gecheat. Want als we naar kantoor wilden en verder wilden met het maken van deze video's. Dus mocht je het leuk vinden, vergeet het niet te abonneren. Dan moest ik de tram pakken, want ik kon dat niet lopen, want dan ben ik denk ik, ja, hoe lang ben ik dan kwijt? Een uur of zo, 2 uur. En mijn fiets was weg. Dus jongens, ja, ik heb daar een beetje gecheat. Les daarvan, op het moment dat er iets misgaat gedurende deze week, is er eigenlijk geen budget over voor dingen die verkeerd gaan. Als ik terugkijk op deze week, is het behoorlijk pittig om een week van 10 euro te leven als je niet alleen maar noedels wilt eten. Een gevalletje zoals de fiets, dat kan eigenlijk iedereen overkomen. Als er een keer iets misgaat, als je een gerecht echt helemaal verpest, als je al je eten aanbrandt, dan ben je bijvoorbeeld ook al een pineut. En dan is je budget eigenlijk al op. Wel vond ik het enorm leuk om deze challenge aan te gaan en ook super inspirerend, want als ik kijk wat ik met 10 euro heb gedaan, is dat best wel veel in deze week. Voor deze video wil ik Nicole nog heel erg bedanken. Zij heeft haar eigen budgetblog en heeft mij deze tips gegeven en heeft zelf ook een budget challenge gedaan. Dus linkje hier beneden. Zeker een aanrader. Als je de video leuk vond, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen en tot de volgende keer. Doei doei!